zaterdag verzorgde Harmonie Nijnstel in de Bekkert een themaconcert met de naam Ik hou van Holland. Naast het opleidingsorkest deden ook de percussiegroep, de blokfluitgroep, kinderkoor Sint Maarten, een groep van het toneel en zangeres Nadia van Aals mee. Een bonte mengeling die het publiek in zijn greep hield, mede omdat het zo herkenbaar was. Geniet u er ook van? Nee, we hebben het al meerdere jaren gedaan en het is één keer per jaar. Het is een concert van Harmonie Nijnstel en ieder jaar heeft een ander thema dat we verzinnen. Ik ben ook lid van de Harmonie en dan zit ik in de themacommissie. Ja, die is heel variërend. Ja, van de jongste die is denk ik 11 tot 42, denk ik. Ik hoop dat ik niemand beledigd heb nou. Ja, die commissie bestaat uit 3 echt hoofdcommissieleden. En die sturen ook de denktank, zo noemen wij die. Die sturen die aan, zodat we echt inbreng van kinderen tot volwassenen hebben. En een veelzijdig programma kunnen hebben. We hebben gekozen voor het thema Ik hou van Holland, omdat we gekozen hadden voor muziek te spelen. Nederpompt is muziek van Nederlandse artiesten. En toen zijn we op Ik hou van Holland gekomen, omdat het toch met Holland te maken heeft. Van heavy metal. Als je zin hebt om volgend jaar ook te komen kijken, volgend jaar is er waarschijnlijk ook weer een themaconcert en met een ander thema. Het is altijd leuk om te komen kijken.